Donderdag 26 februari. UEFA Cup voetbal. Ajax tegen Fiorentina. Kom allemaal naar de arena. Want wij hebben jullie steun nodig. Voor kaarten ga naar www.ajax.nl. Nou, als deze niet goed was, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Supporters. Je hebt ze in alle soorten, maten en gedaanten. Feit is dat miljoenen van het voetbal genieten. Misschien alleen bij hun amateurclub, waar ze zelf schitteren, al dan niet in de derde helft. Maar feit is ook dat als je van mooi voetbal houdt, dat je al heel snel bij deze fantastische club uitkomt. En hoe ga je dan om als supporter met succes en teleurstelling? Dat is de grote vraag. Ik kijk altijd eventjes naar mezelf en dan weet ik dat als we een wedstrijd moeten spelen, zeker als die een beetje belangrijk is, dat zo'n wedstrijd mijn hele dag beheerst. Dan word ik 's morgens wakker. Het eerste waar ik aan denk is aan die wedstrijd. En de hele dag komt die kort of lang eventjes voorbij. Dan praat ik er met anderen over, probeer te toetsen of die verwachtingen die ik heb, of die ook kloppen. Doe dat ook met mensen die helemaal niet van Ajax houden. Kijken of ze dat met me eens zijn. En als ze niet met me eens zijn, dan hebben we natuurlijk meteen een felle discussie. En dan komt die wedstrijd. Voordat ik naar het stadion ga, nog even heel snel internet checken. Of nog blessures op de site staan. Nog even heel snel in de krant kijken naar de voorbeschouwing. En soms zelfs de televisie nog even aanzetten. Of ze iets roepen wat ik eventueel nog gemist heb die dag. En als die wedstrijd begint, dan besef ik me, en dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel hebben, dat je minimaal invloed hebt op hetgeen wat er op het veld gebeurt. Als een grensrechter bijvoorbeeld zijn avond of zijn dag niet heeft, dan kan jouw hele week verpest zijn. En dat zijn die emoties die dan loskomen bij zo'n wedstrijd. Juist omdat je die verwachtingen voor jezelf heel hoog hebt opgeschroefd. En dan blijken ze niet uit te komen. De blijdschap, die is bijna universeel. Want die beleven we allemaal hetzelfde. Eigenlijk. Het is de overwinning. Het is een biertje of wat anders extra's nemen na afloop. En ze zijn weer binnen de punten. Emoties van het verlies, die verwerk je allemaal op je eigen manier. Of je kijkt niet naar de samenvatting, je maakt ruzie met je man, je vrouw of je vriendin, of je eet heel slecht die avond. Maar toch zijn het vaak de mooie momenten van Ajax die je blijft herinneren. Zoals de UEFA Cup finale met Torino in het Olympisch Stadion. Overtreding op Stefan Pettersson aan het eind, die bal op de lat. Of Wenen, Champions League finale. De hele dag had ik verschrikkelijke hoofdpijn van de spanning. En uiteindelijk dat puntetje van Patrick Kluivert en de winst. Uitzinnige vreugde. Contact met de club en de supporters is ontzettend belangrijk. Dat weten we allemaal, juist als het tegen zit. En het zit dit seizoen weer een beetje tegen. Ajax heeft meer tijd nodig, meer tijd dan wij zouden willen. Want we hunkeren naar succes, naar een kampioenschap. En niet zomaar een KNVB-beker, maar echt succes. Hopelijk gaat dat weer snel gebeuren. Maar we gaan er toch weer heen, naar de arena. En we zijn er toch weer iedere wedstrijd bij. Toch kun je als je wilt altijd wel feest vieren met Ajax. Op de supportersfeesten van de supportersvereniging Ajax. Ik hoop jullie daar te zien. Kijk voor meer informatie op ajaxlive.nl.